Welkom bij deze online ondersteuning. Ik ga u nou uitleggen op welke manier u kunt starten met OnCourse. U start eigenlijk heel eenvoudig door in eerste instantie naar de website te gaan. www.getoncourse.golf. Als u dat doet, dan ziet u dit openingsscherm. Vervolgens ziet u linksbovenin, bij de groene pijl, de login. Klikt u op de login, dan ziet u dit scherm. Bij het scherm ziet u links aanmelden, kunt u met uw e-mail en een gekozen wachtwoord in de site komen. Vervolgens opent dit scherm zich. U ziet in dit scherm links het dashboard, alle dingen die in de website aanwezig zijn. En u ziet ongeveer in het midden de groene balkjes. U ziet hier dat alle groene balkjes voor 100% zijn ingevuld. Als u de website opent, zal het bij u 0% zijn. Dit is een golfbaan die al gecertificeerd is, waar ik het voorbeeld van laat zien. Vervolgens is het zo dat u start met werkwijze. U ziet bij de groene pijl waar werkwijze staat. Werkwijze is een van de vier onderdelen van het doorlopen van de website. Als u op werkwijze drukt, dan ziet u dit scherm. Bij de groene pijl ziet u aan de slag gaan. Het is ongelooflijk belangrijk dat u dat aan de slag document eerst goed doorneemt. Dat aan de slag document, daar kunt u bij de groene pijl een handleiding voor krijgen. Als u dat aan de slag document goed heeft doorgelezen, dan weet u op welke manier u OnCourse moet invullen en met OnCourse om moet gaan. Ik laat u dat even zien. Dit is het document, de handleiding, die u bij aan de slag dus kunt uploaden. En die ziet er zo uit. Ik geef even een voorbeeld. Daarin wordt uitgelegd, gewoon netjes in het Nederlands, hoe u moet omgaan met de verschillende onderdelen van OnCourse. Het lijkt me erg belangrijk om dit eerst goed door te lezen, dit uw eigen te maken, want dan wordt het daarna lekker werken met de site. Daarna is het zo dat u de nulmeting gaat uitvoeren. En de nulmeting, daar gaat u alles wat u weet met betrekking tot natuur, milieu en samenleving, en u ziet hier de groene pijl al bij natuur staan, gaat u in de site invullen. Ik laat u even een voorbeeld zien hoe het er bij natuur uitziet. Dus u klikt op natuur en u krijgt dit te zien. U ziet drie thema's, biotopen en biodiversiteit, gras en het voorkomen van verontreinigingen. Dit zijn de thema's waar u in OnCourse informatie over gaat verzamelen. Ik laat u dat ook even zien voor milieu. Als u op milieu klikt, krijgt u dit hoofdscherm. Dan ziet u dat het over water gaat, over energie en over inkoop. De thema's die u moet invullen staan daaronder netjes vermeld. Als u daarop klikt, krijgt u daar informatie over. En dan de laatste, samenleving. Precies hetzelfde. Als u daarop klikt, ziet u de drie thema's die binnen samenleving van belang zijn. Maatschappelijke betrokkenheid, golfers en medewerkers en communicatie. En daaronder weer de thema's die u moet invullen. Nou, tenslotte dan de jaargegevens. Het is de bedoeling dat u elk jaar voor 1 maart de jaargegevens invult. En als u de jaargegevens voor de eerste keer invult, is het van belang dat u een heel kalenderjaar invult. Dus als u bijvoorbeeld in 2020 bezig bent met uw certificering, maar voor het eind van 2020 klaar bent, dan hoeft u alleen de gegevens van 2019 in te vullen. Zo ziet dat eruit, de jaargegevens. U vult de jaargegevens natuurlijk weer in voor de drie thema's: natuur, milieu en samenleving. En u ziet daaronder ook welke dingen u in moet vullen. Dus bijvoorbeeld bij natuur moet u iets invullen over landgebruik, over biotopen en biodiversiteit en over sportgras. Bij milieu over water, energie en inkoop. En bij samenleving over maatschappelijke betrokkenheid, golf en medewerkers en communicatie. Dit is het einde van deze online ondersteuning. Er is nog meer online ondersteuning. Er is nog een ondersteuning die u inzicht geeft over de drie fasen van het certificeringsproces. Een ondersteuning waarin u wordt uitgelegd hoe de golfbaan dataviewer functioneert. Een ondersteuning waar u extra hulpmiddelen krijgt aangeboden bij de nulmeting. Een ondersteuning waar u visie- en werkplan informatie krijgt. En er zijn een aantal handige tips.